Welkom bij ABFF TV met het programma van het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Een festival wat ieder jaar gehouden wordt in de Oba Centraal aan het Oosterdok. Mijn naam is Jan Muijzer en in dit programma praten wij met filmmakers die eerder meegedaan hebben aan dit festival. En dat doen we tot december, tot het komende filmfestival. Dat doe ik samen met de oprichter van het Amsterdamse Buurtfilmfestival, de creatief directeur, filmgek bij uitstek, Kiebrit Mekonen. Hallo Kiebrit. Dag Jan. Welkom in het programma. Hoi. Hoi. En wie heb jij vandaag als gast uitgenodigd met welke film? Vandaag ging ik naar Amsterdam West. We hebben hier de gast Marian Bos. En die is documentairemaker, die is ook fotograaf, ze doet van alles. Maar vorig jaar heeft zij bij het ABFF meegedaan met haar lange documentaire. De titel heet Stilstaan bij Joodsvervolging. Toch, Marian? Ja, Stilstaan bij Jodenvervolging. Nou, In relatie tot Oud-West. Marian, welkom. Leuk dat je er bent. Wij vragen altijd de filmmakers om iets mee te nemen waarmee ze kunnen laten zien waar ze wonen of waar ze mee bezig zijn in het dagelijks leven. En jij hebt best wel veel dingen meegenomen. Ja, vertel. Een aantal fotoboeken, want ik ben naast fotograaf en filmmaker ook uitgever van fotoboeken. En die verkoop ik ook via mijn website gedeeltelijk. Mm. En een aantal foto's van het Vredespleintje. Een van mijn favoriete plekken in Oud-West. Aha, en heleboel werk. Maar kijkers die willen graag willen weten, wie is denn Marianne? Wil je kort over jezelf vertellen? Ja, ik ben toen ik 18 was in Amsterdam komen wonen, vanuit het dorp. Ging ik toen naar Amsterdam. Welke dorp? Heilo. Ja, ik ging toen sociale wetenschappen studeren. En daar in Amsterdam, daar gebeurde het. In de jaren 70. Mm. Ik kwam toen in aanraking met de vrouwenbeweging, vrouwenstudies. En ik leerde een heleboel mensen kennen in mijn studie, want we moesten met groepen werken. En ik leerde ook heel veel mensen uit verschillende landen kennen. En, dat was een internationale studie wat je deed? Nee, eigenlijk niet. Maar niet speciaal. Maar ja, in Amsterdam is nou eenmaal multicultureler. Toen ook al dan zo'n dorp. Ja. En was je toen ook al met film bezig of met fotografie? Want dit is natuurlijk wat later allemaal gekomen is, maar begon het ongeveer in die tijd, zeg maar? Ik ben toen ook begonnen met straatfotografie, samen met een vriendin. En tijdens de millenniumwisseling hebben we meegedaan aan het fotomonument 2000. Mm-hmm. Met veel succes. Dat was een project voor amateurfotografen. En omdat ik nog meer successen had met fotografie, dacht ik, ik kan wel mijn beroep ervan maken. Maar dus, heb je dat van thuis meegekregen? Ja, het grappige is dat mijn opa ook fotografeerde. Wow. En mijn moeder, die heeft wel eens een prijs gewonnen. En je broertjes en zusjes misschien? Nee. Welke prijs heeft mijn moeder gewonnen? Ja, niet een hele beroemde, maar een... Als fotograaf wel? Ja, dat had iets met Loosdrecht te maken. Ah. Mooi. Oké, maar dat was dus niet in Heilo? Nee. Dus jij woont nu zo'n 40, 45 jaar, zei je, in Amsterdam. Ja. Wat is denn Amsterdam voor jou betekend? Een hele mooie stad, kort gezegd. Nou, en multiculturele stad. Ja. Gezellige stad, nog steeds. Ook al is er gentrification, veel juppen, ook bij mij in de buurt. Van alles wat, zeg maar. In Amsterdam heb je van alles wat. Veel dynamiek. Ja, nog steeds. Vroeger misschien wel meer dan nu, maar nog steeds is het wel heel gevarieerd. Ja. Ondanks de Nutella en toeristenshops. Ja. Ja, dat zijn niet de mooiste plekken, hè, die toeristenshops. Nee. Wat is jouw mooiste plek bijvoorbeeld? Mijn favoriete plekken in Oud-West, om het daartoe te beperken, zijn het Vredespleintje. Waar ik een van de initiatiefnemers waar je valt van het liggen, zeg maar. Van was. Ja. Ja. En daar zijn altijd sociale solidariteitsactiviteiten geweest. Mm. En kinkerbuurtschrijvers, die waar straten naar genoemd zijn, die schreven ook allemaal over vrede. Ja. En er is een festival geweest, de eerste Nationaliteitendag van Amsterdam, Wereldburgers van Amsterdam. Waar een activiteitenpleintje, zeg maar. Ja, en dat festival, daar heb ik ook het initiatief voor genomen. En dat is wel opmerkelijk, want later kwamen er meer nationaliteitendagen. Dat is dus jouw eigen buurt ook, denk ik, hè? Ja.
En als ik jou van als buitenstaander vraag, beschrijf kort over je eigen buurt. Hoe beschrijf je je eigen buurt eigenlijk? Wat voor buurt is dat? Nou, ik woon in een heel mooi gebied, mooi oud straatje. Polder, met polderhuisjes in de Bellamy-buurt. Dat is ja, een heel karakteristiek gebied. Kun je zeggen wat de volksbuurt is, zeg maar? Ja, van de oudsher wel. En er wonen ook nog mensen die er al 60 jaar wonen. Bijna net zo lang als jij. Oh nee, jij woont te kort ook. Want hoe lang woon je er al, zo'n jaar of 50? Ik woon in de Bellamy-buurt 25 jaar. Oké, maar in Amsterdam? 45. 45. Ja. Oh, ja. Je woont ook lekker in Amsterdam, mooi. Ik vond het wel leuk. Ja. Hey, vorig jaar heb jij een documentaire gemaakt. Hè? Dus die mooie documentaire Stelen staan bij Joodse vervolging. Jodenvervolging? Ja. Vertel ons kort over deze mooie documentaire, beste 28 minuten. Ja, het was een initiatief van het 4 mei-comité Oud-West. Ja. En zij hebben normaal gesproken elk jaar een live dodenherdenking, maar dat kon tijdens corona niet plaatsvinden. En toen is er het eerste jaar een boekje gemaakt. Ja. Dat is deze, Oud-West in de oorlog. Ik moet het zo laten zien. Ja. 75 jaar vrijheid. En daar heb ik toen foto's voor gemaakt. En tegelijkertijd was ik nieuwsgierig, omdat ik wist dat in Oosten een paar duizend Joden zijn vermoord. Was ik nieuwsgierig of dat in West ook zo was. En toen ben ik gaan naspeuren en ontdekt dat er in West 165 mensen zijn weggevoerd. En toen is in het jaar daarop is daar een monument voor gekomen in de Halle. En het jaar daarop heb ik dus die documentaire gemaakt, waarbij de onthulling van het monument het derde deel was. Oké, niet alles weggeven, want het gaat over dat we stilstaan bij de Jodenvervolging en dat ook op scholen verteld wordt. Maar we gaan het dan even kijken in de film. Laten we even gaan kijken. Laten we wel kijken. Mijn naam is Boris van der Ham. Het is coronatijd in 2021. En vorig jaar was het ook al coronatijd. En toen heeft het 4 mei-comité, waar ik toen voorzitter van was, een boekje aan alle stadsdeelbewoners gestuurd. Om toch luister bij te zetten bij de Tweede Wereldoorlog herdenking. Dit keer doen we dat met een video. We beginnen bij de schildering van Moos Cohen. Ik sta hier in de Hanni Dankbaar passage van de Halle. De vroegere tramremise, onder de muurschilderingen van Moos Cohen. Hij was een Joodse kunstenaar die in 1942 is vermoord in Auschwitz. Ieder jaar organiseert het 4 mei-comité op deze plek de dodenherdenking. Bij de herinneringsplaketten van de omgekomen stadsreinigingsmedewerkers en bij de muurschilderingen. Vorig jaar, in 2020, ontdekte het 4 mei-comité dat in de Tweede Wereldoorlog 165 Joodse buurtbewoners uit Oud-West zijn weggevoerd en vermoord. Daarom hebben wij voor onze video van dit jaar gekozen voor het thema Jodenvervolging. Ook besloten wij vanaf 2021 een nieuw herinneringsmonument in ere te houden in de Halle, bestaande uit de fresco's van Moos Cohen en een vernieuwde gedenkplaat. Het 4 mei-comité vindt het belangrijk dat ook de scholen in Oud-West betrokken worden bij de herdenking, om zo de geschiedenis door te geven aan volgende generaties. Dit jaar werken wij samen met de brede school Kinkerbuurt. Ouderen komen hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog vertellen in de klas en de leerlingen maken daarover kijkdozen, die wij weer tentoonstellen in Galerie Beeldend Gesproken in de Halle. En wij leggen dit alles vast op onze video die voor iedereen te zien is. Deze video duurt 10 minuten. De volledige documentaire van 30 minuten is te zien op de website van de Halle. Zie de aftiteling. En twee basisscholen in Oud-West hebben een oorlogsmonument geadopteerd, waar ze jaarlijks herdenkingen houden. De Annie M. G. Smit school herdenkt de februaristaking bij het Dirk van Nimwegen monument in de Borgerstraat. En de Kinkerbuurtschool herdenkt bij de voormalige turnschool in de Krakeling.
Daar waren heel veel Joodse turners bezig en die zijn opgepakt. Het project Tweede Wereldoorlog is bij ons op school een jaarlijks terugkerend project. Alle leerlingen van de bovenbouw krijgen het ofwel in groep 7 of in groep 8. Tijdens dit project komen verschillende mensen bij ons in de klas vertellen. Zo is Sylvia Schotman bij ons in de klas geweest. Zij was 3 jaar ten tijde van de oorlog en ze hadden onderduikers in huis. Bart de Vries vertelde over zijn vader, die een belangrijke rol had in het verzet. En ieder jaar vertelt Salo Muller over zijn jeugd. Hoe hij als kleine jongen gered is uit de Hollandse Schouwburg. Hij heeft op heel veel verschillende onderduikadressen gezeten en zo de oorlog overleefd. We hebben ook geschiedenislessen over het ontstaan en het verloop van de oorlog. En we kijken hierbij naar de serie 13 in de oorlog. Jori Wieriks, ook wel bekend als Juf op straat, heeft ons meegenomen op een monumentenwandeling langs verschillende plekken die nog herinneren aan die verschrikkelijke tijd. Deze wandeling begint bij de Stopera en leidt door wat vroeger een Joodse wijk was. Aan het einde van het project maken de kinderen kijkdozen naar aanleiding van alles wat ze gehoord hebben over onderduikadressen voor Joden en verzetsmensen. Deze kijkdozen worden in de meivakantie tentoongesteld in de Halle. Wij zijn Sanne en Engelen en wij hebben een kijkdoos gemaakt geïnspireerd op de schuivenkast van Anne Frank. Daarnaast hebben we ook een kijkdoos gemaakt die onder een boerderij is, maar dat weet ik niet zo goed zien. En ja, dat is het. Ja. Hoi, ik ben Medina. En ik ben Robin. En wij hebben deze kijkdoos. En dan is dit een kast. En hier zit dan een gat waar de onderduikers doorheen kunnen. Hier, en door de muur. En dan is hier zeg maar een schuilplaats. Van de onderduikers. En maar, dan is hier een bed. Ja. En dan hier een bank. En we zijn nog niet klaar. Mijn vader was psychiater en als arts kon hij meehelpen in het verzet. En we hadden ook onderduikers in huis. We hadden Omi, een lieve Duitse dame, die we Omi moesten noemen, zogenaamd grootmoeder. En ze was zogenaamd doof als de moffen aan de deur kwamen. En een Joods meisje en wisselend verzetsmensen. Als de huiszoeking werd gedaan, verstopten de verzetsmensen zich achter een kast in een klein zolderkamertje of holden ze naar beneden onder de grond achter een kast in de behandelkamer van mijn vader. Of ze holden de achtertuin in en klommen boven in een enorme hoge beukenboom die daar stond. En dan waren ze onzichtbaar. Ja. Toen kwam 1940, hij was 22 jaar, ze stonden met elkaar, de oorlog was net begonnen, de bezetting was net begonnen. En ze zouden, weet jullie allemaal wat een generale repetitie is? Ja. Ja, dat is de laatste repetitie die je kan doen. Laatste repetitie voor de première, hè? Voor de grote première. De eerste grote toneel. Nou, hij was heel goed, klopt helemaal repetitie. Ze stonden geschminkt en wel opgemaakt, hè, make-up, en wel klaar om een hele mooie voorstelling van Shakespeare te spelen. En toen kwam er een telefoontje. En toen kwam dat telefoontje binnen. Er zijn 2 Joden in dat gezelschap en die mogen niet spelen. En die 2 waren Jo Sternheim en ik. En ik schrok, ik was een beginneling, zoals je net hebt gehoord. En ja, ik was degene die het bedierf. Het was een volle zaal de volgende avond, het was uitverkocht. En toen stond Albert van Dalsem op en toen zei hij, wat moeten we nou toch doen? En toen was het heel stil. Toen zei een van de collega's daar, een zekere Ben Groenier, die zei, afschminken. En toen zei Van Dalsem, ja, afschminken. Dus als jullie niet geschminkt mogen zijn, dan doen wij het ook niet. Dus toen heeft de hele groep gezegd, wij gaan ook niet de première spelen. Dus die hele voorstelling ging niet door.
Dat was natuurlijk een hele mooie reactie, toch? Ja. Solidair kan je dat noemen, toch? Als jullie niet... Mijn opa is is opgepakt in de trein. En is uit de trein gesprongen en heeft daarna allemaal mensen gered. En mijn oma heeft het concentratiekamp gered. Ja. En mijn moeder en mijn opa en mijn oma zijn allemaal jongens. In de vorige klas wist een van de kinderen hoeveel geld iemand kreeg die een Jood die ondergedoken zat aan de Duitsers had verraden. Hoeveel geld kregen ze, denk je? Ja. 100 gulden? 7 gulden. Wat? Wij staan hier weer in de hallen bij de schilderingen van Moos Cohen en herdenken dat er 165 Joodse buurtbewoners zijn weggevoerd. Daarom onthullen we vandaag een uitgebreide gedenkplaat als herinneringsmonument aan zowel Moses Cohen als aan de andere vermoorde Joodse burgers. Cohen zat in het verzet en vervalste paspoorten voor het verzet. En dat terwijl hij op de Stadsschouderskade een atelier had met twee beruchte buren. De een roofde huizen van Joden leeg en de ander was een verrader. In 1940 kreeg Moses de opdracht van de dienst Stadsreiniging voor de schilderingen hierboven. Ze werden oorspronkelijk in 1941 geplaatst in de hal van het gebouw van de reiniging aan de Bilderdijkade, naast de tramremise. De kunstenaar vluchtte voor de nazi's en stierf, zoals eerder gezegd, in 1942 in Auschwitz. De stadsreiniging was een van de eerste plekken waar de februaristaking begon en veel arbeiders van de stadsreiniging deden in 1941 mee aan deze staking. Onder hen was ook stakingsleider Dirk van Nimwegen uit Oud-West. En dan gaan we nu over tot de onthulling. Nou, mooi film. Goede documentaire. Zeker. Dank je. Ja. Ik had het begrijpen, dit heb je wel in opdracht van een comité gemaakt, hè? Die ja, film. Van het 4 mei-comité, ja, 4 mei-comité. Amsterdam Oud-West. Maar voor jou als maker, hoe voelt het om dit te maken? Nou, ik vind het een heel rijk resultaat. Sowieso een historische film. Ja. En ik heb met heel veel plezier 3 maanden eraan gewerkt. Zo. En het jaar... daarop moest ik in 1 uur alles filmen. En toen heb ik met 3 camera's en 2 assistenten de opnames gemaakt. Ja. En je hebt deze film dus gemaakt in opdracht omdat tijdens de corona er geen ruimte was om de 4 mei herdenkingen in het feest te gaan doen, toch? Ja. Ja. Maar het is wel een hele grote documentaire geworden. Er zitten verschillende elementen in. Wat ik het vertellen aan kinderen. Het verhaal moet verteld blijven worden natuurlijk van waarom en van de Tweede Wereldoorlog. Maar is dat niet ontzettend veel werk om dat in elkaar te steken? Wat was voor jou het moeilijkste om... of hoe ging het in zijn werk eigenlijk? Hoe is je film gemaakt? Hoe is je tot stand gekomen? Met welke mensen? Nou, ik heb intensief samengewerkt met een subgroep van het 4 mei-comité die het scenario heeft gemaakt en contacten met de school heeft gelegd, de Kinkerbuurtschool, die een project Tweede Wereldoorlog hadden, met heel veel onderdelen, een monumentenwandeling, geschiedenisles, sprekers in de klas. Misschien vergeet ik nog wat. En de onthulling van het monument, van het nieuwe monument? Ja, dat zit ook in de film. Ja. En in het begin werd gezegd, een filmpje mag niet langer dan 15 minuten duren, want anders dan, verliezen mensen hun aandacht. Oh, ja. Maar er moesten wel 3 onderdelen in. Interviews met ouderen, het scholenproject met al zijn onderdelen en de onthulling van het monument voor vermoorde Joden.
En dus toen dacht ik als filmmaker, elk onderdeel van de drie mag dan maar 5 minuten duren. Dus ik had 2 interviews met ouderen en die heb ik gedacht, dan mogen die maar 2,5 minuut per stuk duren. Dus een lang verhaal over dat de man werd doodgeschoten, heb ik als regisseur heb ik dat laten inkorten tot 2 zinnen. Ja, want jij deed en de camera en de interviews en ook de regie van de film. En de montage. En de montage, alles in één. Nou, chapeau. Ja. Wat was precies jouw rol? Je bent regisseur, was je ook met de camera, was je ook met de montage? Ja. Dus je bent ook een beetje allrounded. Ja, in dit geval wel, ja. En was dit ook jouw eerste, want je bent van huis, ben je fotograaf. Maar was dit ook jouw eerste film? Nee, ik ben begonnen ooit met jubilea filmen van het AJV en van Ruilnetwerk Noppes een paar jubilea. Met afkorting weet ik niet wat het is. Nee, AJV. Dat is een jeugdvereniging van vroeger. Ah. En Noppes is een ruilnetwerk in Amsterdam. En ik heb ook het oeuvre van een kunstenaar gefilmd, Erik Simons. Ja. Maar heb je dan ook het verhaal verwerkt? Interview je dan ook mensen of was het alleen maar registratie van de gebeurtenissen? Nou, ik interview wel, maar ik doe het meestal zo dat mijn vragen buiten de film blijven. Maar wel dat er een verhaal verteld wordt in de film. Ja. Dus naast alle uitdagingen, ik weet niet of we allemaal tijdtekort eventueel of misschien de samenwerking, ben je dan tevreden met deze documentaire? Eindresultaat? Ja, voor... Ben je trots tevreden? Ik ben er heel trots op. Ik vind het een rijke historische film. Ja. Maar ik vind wel dat er een zwakke plek in zit. Maar ik ga niet zeggen welke. Kijkers, jullie mogen kijken. Jullie mogen draaien wat het is. Dat is slim. Ja. Goed. Wat is dan eigenlijk de boodschap? Wat is belangrijk? Wat is voor jou belangrijk aan deze film? Wat blijft hangen bij de mensen? De boodschap van het 4 mei-comité en van mij is nooit meer racisme en antisemitisme. Ja, en dat komt voldoende tot zijn recht in deze film, denk je? Ja, zeker. Je hebt dit film online op het ABFF vertoond, maar misschien ook nog ergens anders. Hoe is het met de reactie van het publiek, van de kijkers, van de opdrachtgevers zelf? Wat is de reactie? Nou, de reacties zijn positief. Hij staat ook op mijn YouTube-kanaal en op de website van de Halle. Dus daar is hij, ik geloof, 15.000 keer bekeken. En er is ook een korte versie 15.000? van 10 minuten. Ah, oké. Okay. Ja, ik dacht het wel. Nou, dat is een goed resultaat. Mooi. Ja, dus weer nog de volgende stappen. Dus dit is mooi gedaan. Maar wat next? Ik vind het zeker mooi om ermee door te gaan. Ik ben ZZP'er, dus ik weet nooit wat men mij zal vragen. Maar ik vind het heel leuk om voor andere mensen te monteren. Mm-hmm. En ik vind het ook leuk om samen met andere ZZP'ers elkaar aan te vullen in het filmen. En ik heb wat nieuwe mensen leren kennen waarmee ik dat misschien kan gaan doen. Ja, en misschien ook een kunstfilmpje. Mooi. Ah, kijk eens aan. Nou, ik zie dat we al behoorlijk ver in de tijd zitten. En we zijn aan het einde gekomen van het programma. Ik had je nog zoveel meer willen vragen over hoe het allemaal gegaan is. Van Boris van der Ham, die deed ook mee. En zo'n hele productie wat allemaal neergezet wordt. Hoe je rol als regisseur is versus de mensen die zeggen van ik wil dit verhaal vertellen. Ik kom er helaas niet aan toe. Het zijn wel hele mooie leermomenten. Maar ik wil in ieder geval hartelijk danken voor jouw komst naar dit programma. Kiebrit, ook bedankt voor de uitnodiging van deze mooie gast. Dankjewel. Kijkers thuis, bedankt voor het kijken en tot de volgende uitzending van ABFF TV.